ben een beetje een koffiesnop in de zin dat ik niet zoveel koffie drink. En als ik het dan drink, dan graag goed. Dus uit de automaten zal je mij niet snel koffie zien halen, tenzij het een hele zware nacht was. Nou, ik weet niet hoeveel ervan op de film te zien is, maar in huis is het sowieso nog een beetje chaotisch. Wij zijn in ons kerstverse nieuwe huis in Baren, waar wij sinds nog geen week wonen. Dit is zeker op dit moment mijn lievelingsplek, want in huis is het nog een beetje chaotisch. Maar ik ben ook echt een buitenmens, dus ik kan me zomaar voorstellen dat dit mijn favoriete plek blijft. Je zit eigenlijk de hele dag in het zonnetje. Dus ik zie mezelf al helemaal zitten met mijn witte wijn straks, aan het eind van de dag. Nou, de blunder heeft ook een beetje te maken met hem. In de zin dat ik net zwanger was van hem, een maand of vier. En dus net zo'n buikje had waarvan mensen denken, kan ik wat zeggen of kan ik niet wat zeggen. Dus ik denk dat weinig studenten nog wisten dat ik zwanger was. En toen kwam ik op de fiets naar mijn werk, zoals altijd, toen wij nog in Utrecht wonen. En toen had het die nacht heel erg geregend en ik was vergeten dat mijn zadel lek is. En na een minuut of tien dacht ik, die studenten zitten wel heel erg apart te kijken en niet zo erg te luisteren naar wat ik zeg. En toen realiseerde ik me dat ik met een natte broek daar stond, aangezien ik een lek zadel had. En mensen dus zich aan het afvragen waren, A, is ze zwanger en B, zijn de vliezen gebroken? Maar dat was niet zo. En ik vond het mooi omdat een Duitse collega van mij dat altijd beschreef als het speciale Nederlandse gevoel. Het fietsen met een nat zadel. Dit is de voornaamste reden dat we zijn verhuisd. We hadden in het oude huis wel een heel mooi balkon, maar met twee kleine kinderen en een hond is dit toch wel heel erg fijn. Hierachter zit nog een stuk dat eigenlijk nog niks mee gedaan is. Wij gaan hier in ieder geval een schommel plaatsen voor de kinderen. Maar wat ik hier ook wil doen is een moestuintje aanleggen met voornamelijk kruiden. Dat doe ik ook heel graag. En dan verse kruiden uit eigen tuin is natuurlijk wel heel erg mooi. En dat kan hier zo mooi.